Koning Willem-Alexander kijkt in de podcast door de ogen van de koning terug op 10 jaar koningschap. Over de toekomst van zijn dochter Amalia wil Willem-Alexander nog niet nadenken. Ik gun Amalia natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd, ook tijd voor zichzelf, tijd om een gezin te stichten. Koning Willem-Alexander spreekt met voormalig radiomaker Edwin Evers in 10 podcastafleveringen over 10 jaar koningschap. In de podcast, genaamd Door de Ogen van de Koning, blikken de twee in elke aflevering terug op een jaar. Inmiddels zijn de eerste 3 afleveringen te beluisteren en daarin vertelt de koning ook over zijn dochter Amalia. Zijn moeder Beatrix zat in totaal 33 jaar op de troon. Als Willem-Alexander hetzelfde doet, is Amalia 42 jaar als ze de troon bestijgt, dezelfde leeftijd die Beatrix had toen ze koningin werd. Op de vraag van Edwin Evers of Willem-Alexander daar wel eens over nadenkt, zegt de koning het volgende: nee, daar denk ik niet over na. Regeren is vooruitzien, maar er zijn een heleboel factoren die meespelen. Ik weet niet wat er met mijn gezondheid gebeurt, je weet het gewoon niet. Over dat soort dingen wil ik niet nadenken. Willem-Alexander legt uit dat hij Amalia een hele goede en lange voorbereidingstijd gunt en daarnaast uiteraard tijd voor zichzelf. Tijd om een eigen gezin te stichten of wat ze ook maar wil doen en zich goed voor te bereiden op haar toekomst, aldus de koning. En dan zullen we, ook net als bij mijn moeder, in gezamenlijk overleg uiteindelijk wel over een datum beslissen. Maar dat is echt een gezamenlijk overleg tussen Amalia en mij, en dat is in een verre toekomst. Wil je meer van deze video zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later!